Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En vandaag zit ik met een oud collega, maar eigenlijk moet ik ook direct zeggen Surinaamse superster. Vandaag zit ik met Arantes Forster. What made is a little Q-Time? Hi Arantes. Hi Jelena. Hoe gaat het met je? Gaat goed, dank je. Ik wilde je bijna noemen zoals ik je noemde, Alinwerre. Maar ik ga niet meer zeggen. Yes. Alles gaat goed? Gaat goed. Ja, prima. Want ik hoor je op de radio, je bent op het nieuws, je bent op Spotify, je bent bezig. Inderdaad, we zijn bezig. Druk bezig. Ja. We blijven bezig. Maar voor we doorgaan waarmee je bezig bent, misschien kan je even het kort vertellen wie je eigenlijk bent voor de mensen die je niet kennen. En hoe het allemaal is gestart voor jou om te komen waar je nu bent. Oké, goed. Mijn naam is Arantes Forster. Ik ben een artiest. De meesten zeggen gospelartiest, ik zeg gewoon artiest. Ik maak motiverende muziek, love songs, alles dat opbouwend is. En de Bijbel is mijn basis voor zeg maar mijn songteksten. Voor de rest, vader, gehuwd. Wat moet ik nog meer vertellen? Gelukkig, absoluut gelukkig. Heel gelukkig ook. Zo, oké dan. Nee, absoluut gelukkig. Druk bezig met mijn muziek om even weer terug te komen. Ik ben al een aantal jaren bezig. Om precies te zijn ben ik gestart op mijn 12e. Toen met drums en in de kerk. Ik dacht dat je iets zo zei. Ja. Drum. Nee, met drums in de kerk. En toen, ik weet nog dat ik mijn eerste song presenteerde in de jeugddienst. Dat sloeg goed aan en op een gegeven moment, dan ontwikkel je dat talent in de kamer. En tot een jaar of 7 of 10 terug heb ik toen besloten om echt mijn muziek te releasen en aan de wereld te geven. En we hebben het met open armen ontvangen. Ja, het gaat goed, moet ik zeggen. In het begin twijfelde ik een beetje, omdat je denkt van, hoe komt het over? Hoe zal men het ontvangen? Maar ik moet zeggen dat vanaf het begin het eigenlijk goed is aangeslagen. Nice. Mm. Ja, want er is nu is er een single uit. Ja. En Slim Fit. Helemaal je bent in je sportoutfit gekomen. Je Nike Just Do It, je sweatpants, want je bent slim en je inderdaad, bent fit. Inderdaad. You got to. Ja, je moet lief wat je zegt, toch? En waarover je praat. Zo. Maar hoe is dat proces voor jou gegaan? Hoe is het gegaan om deze single te maken? Hebben we het over Slim Fit? Slim Fit. Ik moet zeggen dat dat lied bijna 4 jaar oud is. Oh. Ja, ik was een tijdje terug met COVID, et cetera. Voor COVID had ik hem al geschreven. En natuurlijk, op een gegeven moment had je COVID, waardoor je minder kon bewegen. Maar we zijn toch wel bezig gebleven en geweest. En ja, ik denk dat het juiste moment toch wel dit jaar is geweest. Ik heb er geen spijt van dat ik hem niet eerder heb gereleased. Maar zo zie je dat muziek ook niet oud wordt. Nee. Dus, nee. Hij was in de vriezer, ik heb hem laten ontdooien en we hebben hem gereleased. Even weer een beetje getweakt naar de tijd. Dus wat sounds en zo, et cetera, toegevoegd. En ik moet zeggen dat ik zelfs, alhoewel ik wist dat het een goede song was, ik verrast ben dat hij zo goed aangeslagen is. Ja, en hij is echt een superleuk nummer. Ja. En je bent dus weer bezig, je hebt je daily life, je hebt je family time en work life. Hoe maak jij dan die combinatie? Want ik ken je van het werk en hoe perfectionistisch je was. En als je iets zo wilde doen, zat je erop. Ja. Maar hoe doe je dat nu met alles? Want dat doe je nog steeds. Ja, dus het is, hoe doe ik het? Goede afspraken. Ik denk dat het daarmee start, die communicatie. Dat is vooral goed, verloopt goed. Maar ook de ondersteuning van huis uit. Ik denk dat dat belangrijk is, die basis. En als het daar goed zit, dan loopt de rest eigenlijk een beetje vanzelf. Dus ik denk dat het geheim daarin zit. Die combinatie thuis goed houden. En dan zorg thuis ervoor dat je de rest kan doen. Jij hebt het. Ja.
de single is niet uit, je hebt alles onder controle. Dat wil zeggen dat er nog meer te wachten staat. Ja, ik moet zeggen dus dat Slim Fit nu al 3 weken staat op nummer 1 bij Radio 10. En in de top 40, van de nationale top 40, daar gaat het waarschijnlijk de 2e week in. What? Ik hoop en denk dat het blijft. Ik geloof dat het gaat blijven. Maar we zijn ook al bezig geweest met een volgende song. En dat is Grote Liefde. Dat is een samenwerking geweest met, of is een samenwerking met Begin Watsam. En ik moet zeggen dat dat ook een hele, hele goede, mooie song is. Tot nu toe is hij goed aangeslagen. Als ik kijk naar de views die we hebben gegenereerd op YouTube, binnen het kort aantal dagen dat we hem gereleased hebben, denk ik dat het ook een hitje wordt. Nee. Je bent dus nu, kunnen we zeggen, je bent een hitmaker. Ik wil bescheiden blijven, maar ik heb de smaak te pakken. Dan gaan we ermee door. Ja. Oké, tweede single komt eraan, of tenminste is al uit. Is wel leuk. Wat gaan we nog meer zien van Errantes Forster? Dus er komen zeker nog een paar singles uit. De bedoeling is dat er een album, er staat eigenlijk een album klaar. En ik, in aanloop naar mijn album release, doe ik dan bepaalde songs als singles. Mm-hmm. En het leuke is dat we mijn album, dat we een concert gaan doen eromheen. En dat de mensen eigenlijk al kennis hebben gemaakt met zeker een aantal leuke songs. Zodat ze kunnen meezingen als dat concert zover is. Krijg ik een kaart? Absoluut. Ik bedoel, ik moet iets goed maken met je. Iedereen het gehoord, hè? Suriname heeft gehoord, de wereld heeft gehoord. Jelena krijgt de kaart. Mooi. Yes. Nou, Errantes, ik ben super trots op jou. Ik ben zo blij dat je wilde komen. Thank you. En ons wilde vertellen waarmee je bezig bent en wat er nog komen gaat. Yeah. En ik hoop dat je nooit stopt. Nee, het is de bedoeling dat we doorgaan. Eigenlijk... Zeker met je zei, je noemde het al, we zitten nu op Spotify. Je kan het monetizen. Het is de bedoeling dat het... er zijn weinig artiesten in Suriname. En je ziet het misschien een Psycho, een Kater, die doen het zo'n beetje al. Zijn op de goede weg althans. En ik geloof dat ik dat punt ook kan gaan bereiken. Dat je op een gegeven moment dusdanig muziek maakt, dat je gewoon ervan zou kunnen leven. Maar... Natuurlijk is de weg lang. Mm-hmm. In Suriname, de bevolking is klein. Mensen zijn nog niet echt Spotify-minded, om het zo te zeggen. Het is niet de restrictions van Spotify. Nou, het is toch niet zo moeilijk, mm-hmm. hoor, moet ik zeggen. Maar men moet er wel achter gaan zitten. En ik denk dat er misschien een campagne gestart moet worden. Misschien, we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Okay, heb je werk aan de winkel? Er is werk aan de winkel. En ik geloof dat hoe sneller Suriname Spotify-minded wordt, hoe sneller en makkelijker het is voor ons om onze doelen te bereiken. Nou, ik zou zeggen, ga ervoor. Ben je alleen op Spotify, ben je ook op iTunes? Ben je ook... Alle digitale platformen. Oké, duidelijke taal. Alle digitale platformen. Ik heb niets meer om eraan toe te voegen om te zeggen dat ik trots op je ben, want ik weet van waar je komt en waar je nu zit. Yes. Ik zou zeggen, ga zo door. Nogmaals bedankt voor het komen. Geen dank. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Errantes Forster bij ons en hij is een gospelartiest. Hij heeft pas een nieuwe single uitgebracht en eentje eigenlijk. 2 nieuwe singles. Ga hem volgen. Hij is op Spotify, op iTunes, eigenlijk op alle digitale platformen. Support hem, go stream his music. En Like, subscribe. Hij vult voor me aan. En blijf hem volgen, want hij is bezig. Er komt een concert aan en it's gonna be amazing. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.